Ze zat tot 2006 in de gemeenteraad, vocht ervoor om de Dam toegankelijker te maken voor vrouwen die op hakken lopen. Zat ook nog even in de Tweede Kamer. Een beetje ouderwets vergeleken met Amsterdam, hè? Want daar hebben we hele goede ICT-verbindingen. En bracht tussendoor ook nog even een carnavalskraker uit. Waar is mijn leesbril gebleven? En dat is slechts een greep uit waar u Gonnie van Oudenallen van zou kunnen kennen. Nu, 12 jaar na haar laatste raadsvergadering, wil ze terug de Amsterdamse politiek in met een nieuwe partij. Wij zijn de Amsterdamse Juffers, verkiesbaar voor de gemeenteraad. Met de Amsterdamse Juffers, een partij met enkel vrouwen, moet van Oudenallen haar comeback gaan maken. Het is een bekende plek voor u. Heel bekende plek. Dat bankje heb ik nog heel erg voor geknokt dat er terugkwam. Maar nu vecht ze voor meer kunst van Amsterdamse kunstenaars. En net als toen voor meer parkeergelegenheid voor de binnenstadbewoner. Die moet je een gelegenheid geven dat ze wel degelijk een auto zouden kunnen bezitten. Ongeacht de uitstoot. De uitstoot is heel belangrijk, maar daar moet misschien eens technisch wat gedaan. Daar willen universiteiten voor om te zorgen dat we minder uitstoot zouden kunnen krijgen. 10 jaar geleden kwam Gonnie in opspraak omdat ze geld van de gemeente naar zichzelf had toegeschoven. Dag mevrouw van Oudenallen. Als u nu gaat filmen, heeft u nu een probleem. Waarom? Omdat wij hebben af... Nee, ik vind het niet. Meen ik echt. Toch is de comeback voor Van Oudenallen een logische stap. Er komen altijd mensen naar me toe om te vragen. Jij weet zoveel van politiek, kun je wat doen? En ze heeft er dan ook opnieuw vertrouwen in. Als alle dames in Amsterdam op ons zouden stemmen, dan is de kans heel groot. Hoe groot is de kans dat alle dames op u gaan stemmen? Dat is iets minder groot. De Amsterdamse Juffers staan, nog zonder partijnaam, op lijst 17. Wij hopen dat door een verstandig beleid, dat je op een andere wijze mee kunt denken. Wat voor beleid moet dat worden? Een goed beleid, een stadsbeleid, mag best wel af en toe een beetje dorps in zitten. Dat is een iets meer gevoel over een beleid. Zijn er concrete dingen? Concrete dingen is pas als we in de raad zitten, kunnen we concreet aan de slag. Nu kunnen we concreet zeggen, we gaan er wat aan doen.